Rawr! Kijk eens, mijn origami monsterklauw is helemaal af. Hoi, welkom. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video. Een origami video, want ik ga jullie namelijk vandaag laten zien hoe je zelf monsterklauwen kunt vouwen. Dat is een superleuke knutsel die helemaal niet zo ingewikkeld is. En na afloop heb je een handvol met enge vingers die superleuk zijn als je van draakje of monstertje spelen houdt. Of als je je outfit compleet wilt maken bij een verkleedpartijtje. Nou, ik zei al, het is niet zo ingewikkeld. Je denkt bij origami misschien aan vouwblaadjes, maar voor dit vouwwerkje heb je een A4'tje nodig. Nou, en dat A4'tje, dat ga je allereerst even vanaf de ene punt naar de andere kant vouwen. Zo schuin naar boven. Die lijnen even, de vouwlijnen even goed aanduwen. Als je dat hebt gedaan, dan pak je de punt hier van de langste kant. En die mag je dan helemaal naar de overkant vouwen. Naar de andere kant. Zo. Nou, dan ziet je figuur er zo uit. En dan mag je hier de onderkant pakken. En die gaan we vouwen langs deze lijn hier. Zo omhoog. Nou, dat mag je ook weer goed aanduwen. Daarna draai je hem met deze punt naar je toe. En dan mag je die punt omhoog vouwen naar de overkant, naar die andere punt. Zodat je weer een driehoek hebt. Zo. Nou, en dat driehoek, dat mag je vervolgens nog een keer door de helft vouwen. En deze lijn, dat wordt alleen een hulplijn. Zo. Mooi in het midden. Daarna vouw je hem dus weer open. Nou, dan mag je je blaadje even omdraaien met de punt naar beneden. En dan ga je deze kant omhoog vouwen. Zo langs die middenlijn, die hulplijn die je er net hebt ingevouwen. Zo. Kijk, zo ziet dat er dan uit. Nou, vervolgens gaan we hem verder oprollen. Dus deze ga ik over die vouwlijn die er al in zat rollen. En dan pak ik deze hier erbij en die vouw ik er dan ook weer overheen. Zo. Nou, deze flap die blijft natuurlijk loszitten. En daarom gaan we hem even vastzetten. En dan zie je hier, als je je vinger hier erin steekt, een gaatje ontstaan. En daarin mag je die flap duwen. En dat kan je gewoon met je vinger doen. Die duw je gewoon naar binnen. Nou, dan zorg je dat hij daar even plat zit. En dan mag je die vouwlijn nog even aanduwen. Nou, kijk eens. Dan heb je je klauw alweer compleet. Nu kun je hier in dit stukje wat uitsteek je vinger doen, zodat de opening ontstaat. Nou, en daar stop je dan je vinger in. Nou, en zoals je kunt zien had ik er al een aantal meer gevouwen. Dus ik ga de rest van mijn hand ook even compleet maken. Kijk eens even. Nou, en tot slot de duim nog even. Kijk eens, hele hand compleet. Rawr! Een echte monsterlijke klauw, vind je niet? En die vingers die zijn super scherp ook nog. Moet je horen, ik kan er leuk mee tikken op tafel. Nou, en als je dan twee handen vol hebt, dan ben je echt heel monsterlijk. Een superleuke en simpele knutsel die kinderen prima zelf kunnen doen. Het is helemaal niet zo moeilijk om zo'n klauw te vouwen. En daarna is het heel erg leuk om ermee te spelen ook. Ik hoop in ieder geval dat jij deze video weer leuk vond. Dus ja, geef hem dan nog even een monsterlijke duim omhoog. En ben je nou op zoek naar meer leuke knutsels in het thema van monsters, dan moet je zeker ook nog even verder kijken op ons blog via het linkje daar. Want we hebben nog allerlei andere monstertips voor je op een rij gezet. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe creatief video. En ik hoop jullie dan natuurlijk allemaal weer te zien. Tot dan! Raar!